Ja, Wouter Marine, 60 jaar jubileum van ZZVV en dan ga je er met 1-4 af in de topper. Ja, is wel zuur, hè? Ja, is zuur. Je wil graag de club, de supporters, het grote feest wat er vandaag is, wil je graag belonen met de overwinning. En als dat niet kan, is dat super zuur. Ja. Dus dat is balen. Je ziet het wel vaak, hè? Als er een feestje gevierd moet worden, dat het dan niet gaat zoals het zou moeten. Dan moeten we dit jaar maar geen feestjes meer vieren, dan komt het goed. Nee, het is gewoon balen, wat ik net zeg. Je wil de club wil je wat geven en dat hebben we vandaag niet gedaan. Nee, eigenlijk vanaf het begin liep het niet echt bij jullie, hè? Nou, nee. Weet je, we geven twee kansen weg aan het begin. Volgens mij was het één van Kevin en één dat schot dat naast ging. Maar voor de rest hadden we het idee dat we gaven in ieder geval niet heel veel weg, weet je. En wij maken er altijd wel één, hebben we het idee. Dus en die viel ook. En die viel ook, ja, zeker. Dus weet je, als je daarmee kan doorbouwen. Maar zo begonnen we de eerste helft. Maar de tweede helft was gewoon heel slecht. Ja. Nou, de tweede helft wordt al heel snel 1-1. Wat gaat er nou mis bij jullie? Waardoor gaat het minder de tweede helft? Nou, ik heb het niet precies voor me, de doelpunten, et cetera. Maar volgens mij een bal in de zone die moet weggekopt worden door degene die daar staat. Dat gebeurde niet. Er gebeurde wat andere dingetjes. Maar het gaat niet per se om de goals. Het was gewoon überhaupt niet scherp genoeg. En dat resulteert in die tegengoals. Tweede helft was wel levendig trouwens. Ja, maar jij hebt ook een Hogeveenbril op. Ja. Maar ik snap dat het niet levendig was. Maar jullie kregen allemaal wel kansen uiteindelijk. Jawel, ik kreeg altijd wel wat kansen, maar het waren misschien meer mogelijkheden dan echte kansen, denk ik. Uiteindelijk nu nog 6 punten. Moet toch voldoende zijn? Ja, dat kunnen we nog niet zeggen, want we hebben vandaag gewoon echt een totale off-day. En dat mag eigenlijk niet meer gebeuren, ook niet in het vervolg. En we hebben nu nog 3 thuiswedstrijden op een rij. Nou ja, dan moeten we gewoon 9 punten halen en dan gaan kijken hoe het staat. Klazineveen laat punten liggen, wij laten punten liggen. Hogeveen wint dan niet van ons, maar die laat ook zomaar punten liggen. Dus het is denk ik nog niet gespeeld in deze competitie. Nee. Maar dan stoor je heel erg ver voor. Je hebt natuurlijk ook een Zwolle verleden. Ik kan me nog een seizoen herinneren. Ik ben trouwens seizoenkaart houden bij Zwolle. 11 punten voor, daar moeten jullie niet gaan overkomen. Nee, nou ja, dit jaar weer bij Zwolle, hè? Dus dat gaat ook bijna niet meer fout. Maar fijn dat je er nog even aan helpt herinneren. Maar ik hoop niet dat gaat gebeuren, nee. Verwacht je dat de spanning toeneemt nu? Ja, ik merk het wel ook aan bepaalde jongens in ons team die dat nog niet hebben meegemaakt. Dat het natuurlijk wat spanning bijkomt. Gelukkig hebben ze vorig jaar al met de promotiewedstrijden die spanning ook al een beetje beleefd. Maar ik had het idee dat bij sommige jongens nu ook wel veel spanning op zat. En dat, ja, dat moet eigenlijk weg, want we kunnen fantastisch voetballen en dat moeten we doen. Wil jij daar dan ook een belangrijke rol in? Dat probeer ik wel, maar zoals vandaag lukt dat niet. Maar ik probeer die jongens zeker te helpen, ja zeker. Even wat anders. Tom Leerdam maakt de overstap naar Hogeveen Zondag. Ik hoorde dat hij ook met jou had gesproken. Je hebt hem gelijk geadviseerd om het te doen? Ja, ik ken Tom al heel lang en Tom is een hele goede vriend van me. En Tom is altijd aan het kijken of hij misschien een stap hoger kan of niet. En hij heeft de potentie ook. Maar dan moet je wel op een hoger niveau gaan spelen als hier. Want hier probeer ik hem wel eens achter de broek aan te zitten of druk op hem te zetten of te helpen. Maar hij zegt ook, ja, dat is fijn, maar ik moet dat 3 dagen in de week hebben. En 4 dagen misschien wel. Dus, en zo gaat hij kijken of hij zijn potentie kan waarmaken, zeg maar. En ik denk dat hij dat kan. En ik heb hem inderdaad geadviseerd, als je wil gaan, dan moet je dat doen. En wij staan als club achter hem. We staan als vrienden achter hem. Dus als hij dat wil doen, dan moet hij dat zeker doen, ja. Waar moet hij volgens jou vooral stappen in maken? Ik denk vooral aan de bal, want hij is verdediger, die is gewoon sterk, snel, kort op de voeten. Daar vind ik hem gewoon echt heel goed in. Coachen misschien moet hij wat beter worden en vooral aan de bal en vooruit spelen. En dan gaat hij bij Hogeveen leren, daar ben ik van overtuigd. Zelfde ambitie niet meer, Wouter? Nee, ik heb nog wel gesproken met wat clubs die op een hoger niveau spelen. Derde divisie bijvoorbeeld, maar ik heb een hele leuke baan. En op een gegeven moment zijn andere dingen belangrijker. Dus ik heb ervoor gekozen om lekker bij mijn vrienden te blijven.
jammer dat Tom weggaat, maar om lekker bij mijn vrienden te blijven. En hopelijk in de tweede klasse lekker te gaan voetballen. Giovanni niet geadviseerd trouwens? Ja, Giovanni geadviseerd om volgend jaar nog goals bij ons te maken. Nee, weet je die jongens, natuurlijk heb je het erover met die jongens. En ze zijn er misschien allebei wel klaar voor een stap. Maar als wij naar de tweede klasse gaan, zou voor allebei ook een mooie stap zijn geweest. Voor Tom die gaat dan niet. En voor Giovanni is het mooi om in de tweede klasse te blijven. En wie weet, dat jaar daarna komt hij naar Hoogeveen. Dankjewel, man.